Om het tekort aan schoolgebouwen zo snel mogelijk aan te vullen, zijn in de laatste tijd in verschillende gemeenten van ons land houten scholen gebouwd. Het materiaal hiervoor wordt geïmporteerd uit Finland binnen het raam van een tussen Nederland en Finland bestaande handelsovereenkomst. Ter besparing van deviezen wordt een belangrijk deel van dit materiaal in Nederland bewerkt. De school wordt op een betonnen fundering opgetrokken. De bouw ervan kunnen 30 arbeiders in ongeveer 2 maanden uitvoeren. De wanden worden met warmte-isolerend en geluiddempend materiaal bekleed en daarop wordt een tweede houten beschieting getimmerd. 2 luchtlagen in de buitenwand bevorderen de isolatie. Zo'n houten school voor 7 klassen, er worden er gebouwd van 5, 6, 7 en 8 lokalen, is ongeveer 64 meter lang. In elk lokaal kunnen 48 jongens en meisjes het onderwijs volgen. Op het ogenblik zijn in ons land reeds 50 van deze scholen in gebruik. Een 30-tal is nog in aanbouw. Men hoopt deze laatste nog voor het begin van het nieuwe schooljaar gereed te hebben. Dan zal Nederland dus in korte tijd 80 permanente schoolgebouwen rijker zijn geworden, plaatsbiedend aan in totaal 27.000 leerlingen. Ze zijn hoofdzakelijk bestemd voor lager- en Montessori-onderwijs. In vele gemeenten is dankzij deze scholen het nijpend tekort aan schoolruimte reeds aanzienlijk verminderd. De koninklijke